Voor de vierde keer op rij organiseert de carnavalsvereniging De Loevermen uit Buchten Buut Culinair. De gasten werden verwelkomd door prins Paul V, prinses Simone en de voorzitter Gaston Potteneers en de vorst Jeroen Tholen. Avond vol gezelligheid, lachen, smakelijk eten en drinken in een sfeervolle ambiance. Ik wil u alvast bedanken voor deze overweldigende belangstelling voor dit evenement. Want veel als Loevermen zijn er bijzonder gewijs op dat voor weer een uitverkocht gemeenschapshuis hier in Buchten. De 200 bezoekers van het gemeenschaphuis in Buchten werden in de watten gelegd en genoten van 6 top buutenredeners en een fantastisch driegangen diner. Carnavalsvereniging De Loevermen is erin geslaagd om ook voor Buut Culinair 2015 een zestal top buutenredeners te contracteren, waaronder 2 regerende buutkampioenen. Team Buut, de introductiekamp, worden er al. Kwem handen! Introductiekamp! Wat een ramp! Met de derde klas van het VMBO. 4 motten beter opletten. Van het Vincent van Gogh College gingen we naar de Ardennen. Onder leiding van onze klasseleraar van de derde klas, meneer Joep. Hij gaf geschiedenisles. Meneer Joep, dat zei altijd: jongelui, de geschiedenis herhaalt zich. En dat klopt. Want op de tweede klas hebben we mogen als geschiedenisleraar. Meneer Joep. Verder met de maat die de trummelke. Dit is altijd een doorzichtig botrammen trummelke bij zich. Zodat er geen zin of er kum of geit. Die geeft altijd heel gemeen proefwerken. Ja, bijvoorbeeld Wim waar, Willem van Oranje. Ja, je gaat wel een einde van de keeper van het Nederlands elftal. Of hoe werden het verdrag van Maastricht ondertekend? Ah, je gezag rechtsonger. Vreugde aan de klas. Jongelui, wat weet Geer over Vincent van Gogh? Steek nu de vinger op. Zit de hand in de linkerkant maar 1 oor. Peter van Didde van Partyservice van Didde uit Grevenbeek stond garant voor een 3-gangen menu. Samen met een keuken en een restaurantbrigade, bestaande uit circa 45 vrijwilligers. Pas op, je hebt in Buchten nog een draagmoeder gezocht. Maar je kost geen 3 wiezen van je. Dat staan in maag. Direct na mijn geboorte heeft mijn man zich op haar linkerborst een tatoeage laten zitten van mijn beeldenis. Toen zag de pap nog: zou ze dat wel doen? Vandaag er 24 jaar, een keer op het kruis.
met de vrouwenboeins, met de zegers van de kruidvat, met de bus naar Kevelaar. En wie mijn man de aankeem in Kevelaar, daar wat je doet, van vaar, hoog, met koffie op receptie, duizenden uur op de benen. Ja, ja, hoe mijn man verschijnt, daar is het te doen. Tja, we hebben nog twee opties, ja. Of, ik doe met het Eurovisie Songfestival. Is mij allemaal woord. Of ik ben boos. Nou, ik voor de laatste gekozen. Ja, ja, want wij willen boos. De beste onder de kardinalen. En wij hebben het kardinaal. De beste onder de bischoppen. En wij hebben het bischop. De beste onder de dekens. Muzikaal werd de avond omlijst door de alle onbekende Schutte Kapel. Onder leiding van Ruud Janssen.